speciaal woord van welkom aan Annemiek van der Ven namens de gemeente. Ons fijn dat je vanmiddag in alle drukte en hectiek nog even tijd hebt gehad om ons te bezoeken. En ik had ook graag even Wiljo aan jullie voorgesteld, Wiljo Brands, onze nieuwe collega, manager horeca en facilitair. Maar die komt straks even binnenlopen en dan zal ik even zeggen, dat is hem. Mijn naam, nog even voor alle duidelijkheid, is Karin Tamboer, teammanager zorg en welzijn. En sinds 1 januari van dit jaar betrokken bij deze locatie, naast de locatie in Herpen. Maar in Herpen, ja. Hartelijk. Ja, is mogelijk hè, dat je dat kunt combineren, ja. Nou, hartelijk welkom allemaal en het fijn dat jullie aan deze uitnodiging gehoor hebben gegeven om samen met cliënten, familie, vrijwilligers en medewerkers de opening van deze mooie tuin te vieren. Er is hard gewerkt door hoeveniersbedrijf De Groene Hoeven in samenwerking met Theo van den Kamp. En deze week, om deze week de laatste hand te leggen aan de inrichting van de tuin. Alle planten zijn gezet, ze hebben al 1 storm overleefd en krijgen nu de tijd om wortel te schieten. Ik denk dat ik namens iedereen spreek dat we ons enorm verheugen op de komende seizoenen. Om te ervaren hoe de tuin zich in volle glorie gaat ontwikkelen. En volgens mij hebben wij een bijzonder moment te pakken. Want is dit geen mooie tegenhanger ten opzichte van alle negatieve berichten over de ouderenzorg? Brabant Zorg heeft financiën vrijgemaakt voor de aanleg van deze tuin. En het gaat daarbij niet alleen om de mooie aankleding, maar om ouderen zelf de gelegenheid te geven in contact te blijven met buiten, met de natuur. Van de ouder in het zorgcentrum, zo heeft hij waarschijnlijk misschien van de week ook al meegekregen op het nieuws, komt 10-20% nooit tot slechts 1 keer per maand buiten. Terwijl bekend is dat natuurbeleving, beweging en buitenlucht een bewezen positief effect hebben op de gezondheid en welzijn van ouderen. Hoe mooi is dan deze opening van deze tuin? En we hopen natuurlijk dat deze tuin een bijdrage zal leveren. We gaan er mooie tijden beleven. Laten we dat maar gewoon gaan doen. En nu de binnentuin gereed is, is de afronding van het renovatietraject bijna gereed. Ja, de hoofdentree natuurlijk, die is nog niet helemaal naar ons zin, maar die krijgt ook de aandacht die die verdient. En inmiddels is het alweer 2 jaar geleden dat de Wilberthof zijn opening groots vierde met alle betrokkenen van zowel het huis als ook de inwoners van Bergen. En dat is ook hoe we het graag doen binnen Brabantzorg. Geen op zichzelf staand huis, maar samenleven, samenwerken. En dat dat niet alleen bij woord blijft, maakt duidelijk door alle sponsoren die hun steentje hebben bijgedragen om dit mogelijk te maken. En ik noem ze graag voor jullie. Het collectegeld ter nagedachtenis van mevrouw Timmermans. Een boom ter nagedachtenis van Thea Gevers. De Groene Hoeve. Transportbedrijf van de Kamp en Zonen. De Schaapskooi. Sjaak van de Heuvel. Anita van der Kraai heeft een prachtige gevlochten vogelkooi geschonken. Ik kan hem net niet zien in de tent, maar straks denk ik wel. Die zou ik ook wel in mijn tuin willen. En de groep 8 van de Vonkeling hebben ook hun steentje bijgedragen. En prachtig. Prachtig dat we dit op deze manier samen kunnen doen. En nu jullie toch hier zijn, zou ik u allen ook graag onze locatiefilm onder de aandacht willen brengen. U wordt misschien al een beetje afgeleid door de film die achter mij draait. Een promotiefilm van de Wilberthof. Het is een prachtige impressie geworden van dit huis. Een klein huis met een dorpskarakter, waarin cliënten wonen en waar we hen stimuleren hun eigen regie en dag invulling vorm te geven. En tot slot ook nog leuk om te vermelden dat vandaag de aftrap is van de Beweegweek. Want ook wij weten allemaal dat bewegen, en niet alleen voor ouderen, maar voor ons allemaal, een onderdeel vormt om onze gezondheid in ieder geval in goede conditie te houden. En dan hoor je wel eens zeggen, we weten ook dat is een belangrijke uitdaging voor de ouderenzorg om te zorgen dat
jongeren gaan kiezen om in de zorg te werken. En dat is een behoorlijke uitdaging. Want het zou saai misschien zijn. Nou, ik geloof het van niet. Het is in ieder geval zeker niet saai hier in de ouderenzorg. En dat maakt vandaag toch ook wel weer duidelijk als je ziet wat we in die zin allemaal uit de kast hebben gehaald. En volgens mij heb ik nu genoeg gezegd. En zou ik graag Annemiek van der Ven, wethouder van de gemeente Os, mevrouw Ketelaars en de heer Van Hoeven willen vragen voor het officiële gedeelte om de opening van de binnentuin vorm te geven. Meneer Hoeven, als u dat wil, mag u voorop lopen. Nee, maar een vormeltuintje, dat is mooi dingen. Ja, dat is de vrouw van de hand. Die doet een beetje aan dat spul allemaal. Oh, okay. En toen op een zeker komt ze daar. Pas dus, ik heb een vogelkooi gemaakt. Oh. En die zal ik dan maken, maar jij moet hem betalen. Oh, heel goed. Dat heeft hij heel goed gedaan. Okay, ja. Nou, gezellig en ook bedankt. Ik loop met jullie mee. Ik zal het maken. En jij loopt op de kant. Oh, is het goed geregeld? Oh, is het goed geregeld? Ja, ik vind het leuk. Dat het prachtig, hè? Zeker, dat is heel mooi. Ja. Nou, samen te kunnen we En ik zit hier en boven. Ja, ja. Oh, daar kun je nog mooi naartoe kijken. Maar dat is wel belangrijk dat ik het allemaal goed heb. We zijn er heel uren geweest. Ja, heel uren. Ja, maar het ziet er mooi uit nou. Hè? En het wordt alleen maar mooier hè, als de seizoen bedaardig heeft. Over een jaar is het nog mooier, toch? Het is een prachtige tuin geworden. Hè? Ja, ja. Ja, ja. Ja, gaat dat zo lukken? Nou, die heb ik ook gezien, ja. Tellen we hem af? 3, 2, 1, go! Ik denk dat omdat de toch zo gekroost zo links en rechts uitgereikt wordt, denk ik wel dat het op zijn plek is om hier even mijn bewondering uit te spreken. Het is al elkaar in zij. Het is belangrijk om buiten te zijn, om te kunnen genieten van de buitenlucht, maar ook om onder de mensen te blijven. En dat is wat jullie tuin ook aan bijdraagt, want hij ligt heel mooi, eigenlijk heel mooi open. Het is een binnentuin, maar hij ligt heel mooi open naar het dorp toe, met vierdaags of met een optocht. Je hebt altijd de kans dat je hier een combinatie kunt maken en dat de mensen die hier binnen zitten gewoon ook lekker mee mogen genieten van wat er in Bergen te doen is. Want wij vinden het heel belangrijk dat iedereen zo lang mogelijk in zijn leven mee kan doen. En dat geldt voor de bewoners, maar dat geldt ook voor heel veel vrijwilligers die we nodig hebben om dit te kunnen doen met elkaar. En als mensen ouder worden en ze kunnen vrijwilliger blijven, dan blijven ze ook langer vitaal. Dus het is ook heel belangrijk dat die mensen er zijn. En het klinkt allemaal gewoon en normaal, maar ik blijf het, en de gemeente Os blijft het echt heel speciaal vinden dat we ook van die mensen gebruik mogen maken. En dat die mensen zich in willen zetten om onze ouderen, die toch de kwetsbare groep zijn in onze samenleving, een mooie oude dag te bezorgen. En ik denk dat het op zijn plek is om daar ook even een applaus voor te maken. Ja.
wens jullie echt ontzettend veel plezier met deze prachtige, want hij is echt prachtig, maar het wordt alleen maar mooier als er nog eens volgend jaar zomer overheen gaat. Ja. Geniet ervan met z'n allen en geniet vooral vandaag van dit leuke feestje. Dankjewel. Ja, ik zou zeggen, proost. Dankjewel voor deze mooie woorden. Ik had jullie bij de eerste aankondiging beloofd. Hij weet het niet, maar jullie weten het wel. Dat als Viljo binnen zou lopen, dat ik even zou zeggen dat hij er is. En dit is Viljo. En manager horeca en faciliteer. En we gaan er met z'n allen proberen iets moois van te maken. Ben jij? Ja, natuurlijk wel. Dat wel. Ja, als je dat hier... goedemiddag allemaal. Ja, een nieuw gezicht voor u allemaal. Willio Brands is mijn naam. Ik kom uit Verder bij Graven. Een kleine dorpje in gemeente Graven. En ik ga Marcia vervangen. Het zal niet meevallen. Maar ik ga mijn uiterste best doen om haar te vervangen. Ja, ik val eigenlijk met de neus gelijk in de boter. Prachtige tuin. Ik heb al mee rondgelopen om te kijken wat is het nou allemaal goed. Ah, hij ziet er super uit, dus ik hoop dat u met z'n allen er heel veel van kan gaan genieten. En wij gaan als horeca faciliteren zorgen dat, dat u ervan genieten mag. En ik hoop in ieder geval dat u het allemaal van deze middag ook. We hebben de tent neergezet om te zorgen dat u van lekker allemaal buiten kunnen zijn. Dus, en ik wil met name Yvonne ook bedanken met uw groep. Het is super, een hele mooie tuin geworden. Dus dankjewel en ook de projectgroep die daarvoor gezorgd heeft. En die hebben er heel veel aan gedaan. Ik mag het alleen af gaan rollen. Dat is ook leuk. Dankjewel en we zien elkaar vaak. Dankjewel. Nou, dan mag ik Agnes. En Agnes is één misschien van de weinigen die we nooit hoeven aan te kondigen, want iedereen kent Agnes. Als voorzitter van de cliëntenraad. Die nou ja, heel duidelijk haar inbreng heeft als het gaat in de ontwikkeling van de Wereldhof. En helpt ons ook om de goede dingen te doen. Daar, en Agnes gaat dadelijk ook iets vertellen over hoe deze tuin ook tot stand is gekomen. En Agnes gaat ook nog iets vertellen over hoe de tuin is opgebouwd, geloof ik. Hè? Helemaal goed. Succes, alsjeblieft. Dankjewel. Nou, ik heb... drie dingen die je hebt vernoemd. Grijs zijn we allemaal. Groen is hier buiten. En gelukkig zijn we ook. Allemaal. Dus, lieve bewoners, familie, ik vind het zo fijn dat jullie vanmiddag hier zijn. Genodigden en allen die vanmiddag hier naar de Wildwetborg zijn gekomen, hartelijk welkom namens de tuincommissie en de cliëntenraad. Trots zijn we met het mooie resultaat. Een mooie binnentuin voor onze bewoners, buurtgenoten, de dagopvang en de ouderen van Bergen. Even een blik terug. Straks heb je het al gehoord, maar ik wil het toch nog even zeggen. Bijna 2 jaar geleden, toen er 16 oktober de officiële opening van ons huis was, waren we ook trots. Maar we waren er nog niet. Nee, een tuin, hè Janneke, die tuin. Er werd een tuincommissie opgericht. Ja, jullie lieve bewoners hebben meegedacht. Er werden collages gemaakt. We hebben geknipt en geplakt. Alles werd op papier gezet. Wat jullie wensen waren. We hebben goed naar jullie geluisterd. Maar toen werd het stil. Heel stil. Er kwam een tijd van wachten. Inkrimpen. Afvinken noemen ze dat. Maar na een goed overleg scheen opeens de zon en kwam het grote nieuws. We kunnen aan de slag. En je wel hoor, bel maar naar de Groene Hoeve, Yvonne Hoefnagel en Theo van der Kamp, die het voorwerk moest verrichten, gesteund door deze twee jonge mensen en onze sponsoren. In alle faciliteiten is het geworden waar we nu staan. En vanmiddag willen wij dat ook met trots aan u allen laten zien. Een groot terras waar we hier zitten, waar onze bewoners heerlijk tot rust komen. Maar goed,
voetbal zit hier rondspelen. Gezellig samen. Jeu de boule. Heerlijk, ontspannen. De bewoners genieten ten volle van de mooie dagen die we al hier gehad hebben. Toen kwam het woord, en waar blijft een waterpartijtje? Wij zouden toch een waterpartijtje krijgen. Lieve mensen, het staat hier. Een rustgevend waterpartijtje. En zowaar, er zijn twee plukveldjes bij. Ook bij het waterpartijtje in de buurt. Voor de bloempjes op tafel die jullie graag zien. En ik kan hier vanmiddag nog van alles vertellen. Want mijn passie ligt gewoon hier in die tuin, maar dan moet je een beetje lang luisteren. En dus dan ga ik nou verder met nog enkele puntjes. Ik wil jullie attenderen op de mooie kleedjes die hier op tafel liggen. Die zijn gemaakt door de handwerkgroep op de maandagmiddag. En die mooie bloemen die hier op tafel staan, die zijn door onze bewoners in de vaas gezet. En de dag afwacht. Want ja, bloemschikken is ook een activiteit. Ook wil ik namens de tuincommissie nogmaals iedereen, ja ook dan nog iedereen bedanken die ons gesteund hebben, meegewerkt hebben aan deze mooie tuin. Beste lieve mensen, bedankt. En jullie bewoners en familie, geniet ervan. Dank je wel. Dan ben ik nog niet helemaal gedaan, want wij kregen een brief en vandaag nemen we afscheid van de heer Sjaak van den Heuvel. Sjaak, wil je even hier bij mij komen zitten of staan? Sjaak zegt, je zegt niet zoveel, dat heb ik ook niet gedaan. Ik heb alleen weggestreven, want dat heb ik ook geleerd wegvinden. Nou, in ieder geval, Sjaak, adviseur binnen de cliëntenraad. Sponsor, jaren, ik ben niet na gaan zoeken, maar het ligt heel ver weg voor onze Wildervoort. De verenigingen van Derkem heb je hier binnengebracht. Onder andere Stichting Carnaval, waar we, die komen niet alleen een liedje zingen, nee, ze brengen lekker hapjes mee. Een overwetste middag. En dat doen ons mensen toch zo goed. Maar, en zo zijn er nog heel veel dingen die Sjaak op de achtergrond voor ons bevestigd heeft. Maar ik wil het niet allemaal roemen, want ik durf ook nog te zeggen, Sjaak was duidelijk in zijn mening. En hij wist wat waarom had. Maar hij was vooruitstrevend, denkend aan de bewoners. En het advies van jou, Sjaak, was altijd, we doen het voor de mensen, Agnes. Maar ja, de zorg verandert. Ons huis is veranderd. Ik weet het, ja. En dat moet ik vanmiddag ook even kwijt. Jij vindt het nog steeds jammer. Ik hoop dat de mensen die altijd in Berghem hebben gewoond, niet hun laatste levensjaar hier in de Wildwethof kunnen sluiten. Ontslijten, omdat er dan geen plaats is. En dat vindt jij en ik en andere mensen uit Berghem, dan hoor je dat, die vinden dat ook jammer. We zeggen het iedere keer en we hopen toch, als er mensen in Berghem zijn die hier zo graag binnen zouden komen, dat er toch nog een beetje rekening mee gehouden wordt. Dat was het een beetje voor vanmiddag. Ik hoop, Sjaak, dat je ons toch een warm hart toe blijft draaien. En ik sluit met de woorden die jij altijd op me sprak, als ik een belletje naar jou deed of iets anders. Agnes, wat waren maar niet druk, we doen het voor de bewoners. Sjaak, jongen, bedankt. Ja. Ik wil heel kort iets zeggen. Overeind blijft dat ik het super belangrijk vind dat de Bergse mensen als het even kan in Bergen kunnen blijven. Super, super, super belangrijk. Een jaar of 15 geleden werd mij gevraagd of ik hier adviseur wilde worden van de cliëntenraad. Ik heb daar toen ja tegen gezegd. Ik heb dat met veel plezier mogen en kunnen doen. Ik heb denk ik mede belangrijke beslissingen genomen. De allerbelangrijkste beslissing die ik genomen heb,
En daar hebben jullie nou vandaag en al, in, al vele jaren ook van genoten. Dat is, toen er een nieuwe voorzitter moest komen van de cliëntenraad, heb ik Agnes bezocht. Daar ben ik trots op en dat vind ik heel erg fijn. En ik merkte in de jaren dat Agnes echt er goed in kwam te zitten, dat mijn functie als adviseur eigenlijk ook overbodig werd. Ik heb het ben het blijven doen totdat hier het allemaal gerealiseerd werd. En toen kon ik zeggen, nou Agnes, ik denk dat ik niet meer nodig ben. Het gaat fantastisch. Dat ene puntje, en fijn dat Agnes het zegt, houd de Bergse mensen in Bergen. Dankjewel. Okay, windmill.